Fabio, ja, we hebben maar een andere chommer uitgenodigd. Wat je vader liet zien was vrij gênant. Ga jij het beter doen? Zeker. Net even een oefenschotje, ging er meteen in. Geen stress. Wauw, wat is dit? Wat dan? Wat is dit voor een stoere praat? Je moet nog, hè? Ja, weet ik, maar er komen wel. Is dit de bluff van een graafschapsspeler? Nee, zeker niet. Ik ga gewoon winnen, hoor. Hoeveel punten? Max aantal, ik weet niet hoeveel. Maar dat is even verkeerd begrepen, maar je wilt dus 20 meter. Ja, we beginnen even rustig. Je staat op hetzelfde aantal punten als je vader. 0 punten. Die bal kunnen ze nu toch gewoon pakken? Ja, maar hij moet toch in één keer de boot in? Ja, daar hebben we het niet over. Nou, daar hebben we het wel over. Dat is het spel. Dat vind ik een beetje jammer. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ga je nu ook 30 leggen? Ja. Ja. Ja, zeker. Oké, dan gaan we dus toch naar 20. Ja, ik moet toch... Ik moet schieten. Ja, maar je moet niet de hele tijd... Je zegt eerst tegen mij 30, dan ga je hem op 20 leggen. Nee, ik leg hem wel op 20. Ja, oké. Wel matig geschoten vandaag, maar wel beter dan mijn pa gedaan, hè. Dus ik ben blij. Ja. Wauw.